Dag, ik ben Franca Hummels. Ik ben freelance journalist. En journalisten hebben het altijd gedaan. Hè. Er wordt altijd gezegd dat de media alles helemaal verkeerd doen. Dat bijvoorbeeld media alleen maar een bepaald soort mensen aan het woord laat. Of dat je het beeld over bijvoorbeeld vluchtelingen, dat het alleen maar negatief is. Of dat het juist alleen maar positief is. En dat soort kritiek die is eigenlijk helemaal niet goed te checken. Wel in geschreven media, want je kunt via allerlei hele blitse programma's kijken naar bijvoorbeeld of woorden veel bij elkaar in de buurt voorkomen. Nou, dan zul je bijvoorbeeld als je dat gaat onderzoeken zien dat er een kentering is in de combinatie van Daphne Schippers en wereldkampioen. Waarschijnlijk is er echt één specifiek moment aan te wijzen waarop die woordcombinatie veel meer voorkomt. Maar voor broadcast media hebben we dat soort tools nog niet. Er zijn wel transcripts en daar kun je ook nog wel naar kijken. Maar allerlei non-verbale communicatie gaat dan verloren. Dus als iemand iets tussen aanhalingstekens zegt, ja, dat hebben we er dan niet bij, terwijl het wel verschrikkelijk relevant is. En ook bijvoorbeeld als je zegt dat mensen alleen maar lacherig doen over vrouwensport, ja, dat kun je nu nog niet goed onderzoeken. En dat is heel jammer, want we hebben al die data wel. We hebben al die programma's, nu en in het verleden. En we hebben face recognition voor software, dus er zijn allerlei manieren al wel. Alleen, ja, gewoon de apps zijn er nog niet, de programma's zijn er nog niet. En nou ja, jullie kunnen ze maken. Ik ben niet technisch. Ik ben echt al trots als ik erachter kom dat ik mijn telefoon ook kan opladen met mijn iPad-lader. Maar voor mensen die wel technisch zijn, die kunnen zoveel moois met al die gegevens die we al hebben van de publieke omroep. En dat mag ook gewoon en dat wil de publieke omroep zelf ook graag. Dus daarom organiseren we NPO in samenwerking met Open State Foundation op 14 november een hackathon. Dus kom, ga. Het is belangrijk, het is leuk. Kom. Ja.